als het maar enigszins kan, moet de bouw door. Deze crisis die moeten we met z'n allen het hoofd bieden. En daarin is samenwerken heel belangrijk. Namens DLA Piper van harte welkom. Ik ga in gesprek met een van de leden van de DLA Piper COVID-19 Taskforce, die belast is met alles wat te maken heeft met de bouw. Jeannette Meesters. Jeannette, fijn dat je even tijd kon maken. Er zijn een aantal dingen die jij met ons wil delen in deze video. Welke zijn dat? Ja, wat ik vandaag wil delen is dat ik zie dat ook in de bouw de crisis heel voelbaar is. Mm-hmm. En wat eigenlijk de grote uitdaging in deze toch cruciale sector is, is dat de bouw eigenlijk gewoon door moet, ondanks de crisis. Dus waar wij met z'n allen toch een beetje tot stilstand komen, mm-hmm. weliswaar doorwerken, maar dat echt thuis doen, moet de bouw fysiek op de bouw ook door. Ja. Nou ja, daar loop je tegen allerlei problemen aan, daar krijgen we veel vragen over, dus daar wil ik iets over delen. En ik wil ook eens doorkijken van hoe moet het nou feitelijk verder, gelet ook op het maatschappelijke belang. En wat zijn de juridische vraagstukken die daarbij aan de orde komen en waar partijen onherroepelijk ook nog een keer iets van moeten vinden over en weer. Helder, laten we bij het begin beginnen. Wat speelt er op dit moment? Ja, wat er speelt, ik krijg vragen eigenlijk van beide kanten. Dus van opdrachtgevers en aannemers. En ik denk dat ook heel kenmerkend is aan deze crisis, dat we er allemaal mee te maken hebben. Er zijn natuurlijk ook wel eens crisissituaties die veel meer aan één kant landen. En hier zie je dat het aan beide kanten wordt gevoeld. Wat ook maakt, denk ik wel, dat partijen over en weer al meer welwillend zijn om erover in gesprek te gaan. Ik zie eigenlijk op drie onderwerpen vragen op ons afkomen. En dat is in de eerste plaats dat men echt wordt geconfronteerd met uitval. Dus uitval door ziekte, door quarantainemaatregelen. Maar ook bijvoorbeeld omdat er best veel buitenlandse arbeidskrachten op de bouw waren. Hmm. Die bijvoorbeeld terug moesten naar Polen of Portugal en nu niet meer hier kunnen komen. En ook uitval in de aanlevering van materialen. Veel materialen komen uit het buitenland. En er zijn productieproblemen, er kunnen beperkingen gelden ten aanzien van import, noem maar op. Dus dat zijn hele acute problemen die leiden tot vertraging en ook sowieso tot extra kosten. Een tweede probleem dat we zien, en dat zien we met name de aannemers, er worden nu allerlei overheidsmaatregelen opgelegd. Opgelegd zeg ik, maar het is deels ook adviseringen vanuit de overheid. We krijgen richtlijnen vanuit het RIVM. Wat betekent dat? Betekent dat bijvoorbeeld dat ik nog wel door moet gaan met mijn project? Moet ik aan al mijn verplichtingen blijven voldoen? Of zou ik kunnen zeggen dat ik bepaalde dingen niet meer hoef te doen? Wat als vanavond is er weer een persconferentie, de maatregelen nog verder worden aangescherpt? Die onzekerheid leidt tot veel vraagstukken. Ja, en hoe hou ik 1,5 meter afstand bijvoorbeeld? Ja, nou dat even ook. Dat is een hele praktische. Ja, ja. Want ik krijg daar ook wel veel vragen over in mijn privéomgeving. Mensen weten dat ik actief ben op het gebied van bouwrecht. En mensen zeggen van, in de bouw gaat alles nog door. Hoe werkt dat eigenlijk? Want we zien zelf al hoe uitdagend het is om door de supermarkt te lopen en voldoende afstand te houden. Hoe doe je een bouwproject met inachtneming van die richtlijnen? En een derde punt is denk ik dat dwars door die feitelijke crisis heen je ook ziet dat verhoudingen toch ook al juridiseren. Omdat de meeste bouwprojecten, daar zijn heel veel partijen bij betrokken. Dus je hebt een opdrachtgever met een aannemer en die heeft weer een heleboel onderaannemers, toeleveranciers. En iedereen heeft op zijn manier te maken met die crisis. En iedereen begint ook wel al met een soort van indekken of waarschuwen. Van ik weet niet of ik nog kan leveren. Ik weet niet of ik op tijd zal zijn. En je ziet dus dat bijvoorbeeld een aannemer komt dan al met 5 brieven van zijn toeleveranciers. En dat leidt tot heel veel onzekerheid. Van waar staan we dan volgende week? Gaat dit vertraging opleveren of niet? Wat moeten we ermee? Hoe nu verder? Kijk, iedereen die realiseert zich dat het nog wel even kan duren. Nou, hoe lang weet niemand. Maar laten we zeggen, langer dan een paar dagen, zullen we maar zeggen. Hoe verder? Ja. Nou, wat denk ik mooi is om te zien, is dat er een breed besef is dat de bouw eigenlijk door moet. En dat is ook niet zo gek. Ik denk dat we hebben allemaal de financieel-economische crisis nog wel vers in het geheugen. Die heeft er zwaar in gehakt in de bouw en heeft eigenlijk voor een hele grote achterstand gezorgd. Qua woningbouw bijvoorbeeld, maar ook mobiliteit, grote infrastructuurprojecten, verduurzaming. Nou, daar was men weer enorm mee aan de slag gegaan. Toen kwam er eigenlijk afgelopen jaar ook een crisis in de vorm van een acuut stikstofprobleem. PFAS-problemen. Ja, dus we stonden al voor grote uitdagingen. Ja, en nu komt dit erbij. En eigenlijk zie je dat er vanuit de branche, maar ook vanuit de overheid wordt gezegd, eigenlijk, als het maar enigszins kan, moet de bouw door.
En nou, wat echt wel heel mooi is om te zien, is dat er afgelopen vrijdag een protocol is vastgesteld. Dat echt helemaal vanuit de branche, samen met de ministeries van BZK en Infrastructuur en Waterstaat is opgesteld. Samen veilig doorwerken. En wat er is gedaan, is dat er eigenlijk een praktisch document is gemaakt, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, zoals we ze nu kennen. Dus die wordt ook geüpdate waar dat nodig is. En waar afspraken worden gemaakt om voor alle verschillende type bouwprojecten de boel werkbaar te houden. Dus of het nou gaat om een heel groot infraproject of een groot project voor een woningbouwcorporatie of voor een particulier, hè, een kleine verbouwing. Worden eigenlijk regels of richtlijnen meegegeven van hoe zou je veilig moeten werken. En dat ziet bijvoorbeeld op hoe ga je op de bouwplaats met elkaar om, hoe handel je in de keten als je gaat schaften of gaat vergaderen, hoe ga je om met je vervoer naar de bouwplaats toe. Dit is eigenlijk iets wat vanuit de hele branche nu bedacht is om de boel gaande te houden. En daarbij is ook een helpdesk in het leven geroepen. Waarvan ik zojuist las dat daar echt al een heleboel vragen op afkomen. Want uiteraard is er nog steeds veel onzekerheid. Want bijvoorbeeld de 1,5 meter regel die je net noemde. Ja, dat is toch wel een hele uitdagende om aan te voldoen. Maar goed, dit is een initiatief om de boel nu feitelijk draaiende te houden. En wat je verder ziet is dat er ook door de Rijksoverheid wordt uitgesproken. We moeten er vooral voor zorgen dat grote projecten doorgaan. En dat betekent dat bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat wordt gezegd, de grote infraprojecten, die laten we doorgaan. We gaan dus ook de nieuwe aanbestedingen die op stapel staan, die laten we van start gaan. En wij zullen daar ook met de andere grote Rijksopdrachtgevers over in overleg gaan en andere grote partijen. Ja, en dat zou heel goed zijn als die in ieder geval blijven investeren, zodat de motor in zoverre blijft draaien. Want de overheid is ook een hele grote opdrachtgever, toch? Ja, zeker. Het is een hele grote opdrachtgever, zowel in aantallen opdrachten als ook de bedragen die daarmee gemoeid zijn. He, omdat bijvoorbeeld de hele grote infrastructuurprojecten, hele grote projecten voor hernieuwbare energie bijvoorbeeld. Denk aan zonne-energie, windparken. Allemaal betrokkenheid van de overheid. Dus de overheid kan ook veel doen in positieve zin om de boel in ieder geval deels gaande te houden. Heeft het effect op het groene beleid wat in de bouwwereld zeg maar de laatste tijd natuurlijk heel erg aan de orde was? Hè? We gaan met z'n allen aan het klimaatakkoord voldoen. Ja. En heeft dat nou nog prioriteit? Nou ja, daar zien we al van alles over in het nieuws. Dat het natuurlijk heel lastig is om en deze crisis het hoofd te bieden en überhaupt het boel draaiende te houden. En ook nog eens te proberen te voldoen aan alle doelstellingen die we daar met elkaar afspreken. Dus ik denk dat het de komende tijd echt balanceren wordt van wanneer de meeste prioriteit moet krijgen. Kijk, en we waren al heel serieus bezig met verduurzaming. Er is natuurlijk ook een heel duidelijk signaal naar de overheid afgegeven met het Urgenda-arrest bijvoorbeeld. Van nou, u doet onvoldoende op het terrein van klimaat. Dus daar moet meer gebeuren. Maar ik denk ook dat we heel realistisch moeten zijn. Dat we echt stap voor stap moeten kijken hoe houden we en de economie draaiende. En zorgen we dat die bouw aan de praat blijft. En proberen we dat zo goed mogelijk te combineren met die andere heel belangrijke doelstellingen op het terrein van klimaat en duurzaamheid. Heeft de bouwwereld eigenlijk niet een klein beetje geluk? Ik bedoel, dat de Rijksoverheid ook zo'n grote opdrachtgever is en dat er zo'n dat men echt zegt van we moeten door met die bouw. En ik kan me voorstellen dat er andere sectoren hier naar kijken en die denken ja, de retail moet ook door en mijn sportschool moet ook door. Maar daar is het beleid heel anders. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat een reactie is. Ik denk dat het belangrijkste wat je daarbij moet bedenken is dat er zo'n groot maatschappelijk belang achter zit. Waar wij allemaal als burgers van profiteren en wat wij ook allemaal nodig hebben als burgers. We hebben die goede wegen nodig. We hebben goede onderwijsvoorzieningen, ziekenhuizen, noem maar op. Hebben we allemaal nodig. En dat zijn nou bij uitstek projecten waar de overheid ook als opdrachtgever optreedt. En uiteindelijk de bouw een belangrijke rol vervult in het realiseren daarvan. Dus ja, in directe zin is het plezierig dat de bouw dan door kan gaan. Maar ik denk dat wij daar allemaal heel veel aan hebben. En als je ziet hoe ernstig er wordt gedacht over de gevolgen van deze crisis voor onze economie, is dat ook in positieve zin ook iets voor ons allemaal. Laten we vanuit juridische context kijken naar wat er gebeurt en wat er de komende periode staat te gebeuren. Hoe schat je dat in? Wat gaat er allemaal gebeuren?
Nou, kijk, ik denk dat partijen eigenlijk zouden moeten proberen om zoveel mogelijk praktische oplossingen te verzinnen voor de problemen die zich nu voordoen. En dat zie ik ook in de praktijk. Wat zijn praktische oplossingen? Nou, kijk, op het moment dat er nu uitval is en dat er restricties gelden bij de uitvoering van werkzaamheden door die RIVM-richtlijnen, loop je onherroepelijk vertraging op in een bouwproject, waardoor je project langer duurt. En dan is de vraag bijvoorbeeld, zeg je dan als opdrachtgever, je hebt vertraging ten opzichte van de contractuele termijn die we zijn overeengekomen. Ik leg jou een contractuele boete op voor iedere dag dat je te laat bent. Of zeg je dan als opdrachtgever, nou, hè, ik zie waar dat door komt en dat je daar eigenlijk ook geen schuld aan hebt. En ik leg niet die boete op, ik leg hem niet volledig op. En de Rijksoverheid heeft zich op dit punt echt al uitgesproken. Door te zeggen van wij zullen coulant omgaan met vertragingsboetes in relatie tot die coronacrisis. Nou, dat is denk ik een heel sprekend voorbeeld van hoe je praktisch tot een oplossing kan komen voor zo'n vertragingssituatie. Minder streng de regeltjes uit de contracten volgen dus? Ja, in feite wel. En je zou kunnen zeggen minder streng de regeltjes volgen of misschien ook gewoon gebruik maken van datgene wat het contract al aan juridische mogelijkheden biedt. He, want als je het juridisch zou bekijken, dan is het heel goed denkbaar dat een coronacrisis in ieder geval deels in een overmachtssituatie resulteert. En dat een aannemer kan zeggen dat hij door overmacht niet tijdig heeft kunnen opleveren. En ook is het denkbaar dat zeker als de maatregelen nog verder worden aangescherpt en het bijvoorbeeld onmogelijk wordt op bepaalde plaatsen te bouwen, ja, dat een aannemer zegt, ik kan feitelijk niet opleveren op dat moment. En dat is het gevolg van regelgeving van de Rijksoverheid die pas kwam toen wij al een contract hadden gesloten. Ja, en dan zie je toch dat ook in de algemene voorwaarden in de bouw geldt dat de gevolgen van dat soort nieuwe regelgeving na contractsluiting, die zijn dan ook voor de opdrachtgever. Is wel meteen een hele belangrijke om in de gaten te houden als je nu contracten sluit. Want het ligt natuurlijk anders als je nu contracteert over een nieuw project, waarbij je al weet dat er een crisis is en dat die ook gevolgen zal kunnen hebben voor bijvoorbeeld de doorlooptijd van je project, de mate waarin je je bemensing kunt regelen. Dus nu zul je daar weer anders op moeten acteren dan je dat 1 of 2 jaar geleden hebt gedaan. Wordt om maar even de coronacrisis een vaste clausule in toekomstige contracten in de bouwwereld? Nou, kijk, ik denk dat hoe dan ook het van geval tot geval zal verschillen wat er wel en niet onder bijvoorbeeld overmacht kan worden geschaard en in hoeverre nieuwe regelgeving een grondslag zal zijn voor kostenvergoedingen of termijnsverlengingen in projecten. Wat ik nu zie is dat voor de contracten die nu gesloten worden partijen wel kijken van hey, moet ik voor deze situatie een clausule opnemen? In het algemeen zeggen wij daarover, in feite biedt het algemene kader waarin je dus een overmachtsmogelijkheid hebt, waarin je die voorziening voor nieuwe regelgeving hebt, ook andere mogelijkheden zoals kostenverhogende omstandigheden waar je soms een beroep op kan doen, die bieden op zichzelf escapes. Wat je wel nu heel goed kan doen, is in ieder geval heldere procesafspraken maken over hoe je je dossier samen vastlegt, hoe je zorgt voor een goede feitelijke vastlegging van wat er speelt, zodat je ook aan het eind van de rit met elkaar kan vaststellen wat is nou waardoor veroorzaakt en als we het zuiver juridisch benaderen, welke rekening moet dan of welk deel van de rekening moet dan bij welke partij landen. Hoe zie je de nabije toekomst als je belangrijkste tip voor de bouwwereld die hiernaar zit te kijken voor de komende maanden? Laten we dit jaar maar even pakken, laten we een beetje ruim schatten, dus de rest van 2020. Ja. Ik denk voor lopende projecten zorg echt goed samen als partijen voor goede feitelijke vastlegging. Ik denk dat beide partijen daar heel veel profijt van gaan hebben. Omdat ik als advocaat natuurlijk ook vaak zie aan het eind van de rit dat er een brei aan vertraging is. Een heleboel meer kosten. En dat je elkaar aankijkt en zegt wat was nou wat. En daar toch de grootste discussie over krijgt. Dat kan je denk ik daar goed door voorkomen. Voor nieuwe projecten wees je ervan bewust dat je als je nu een contract sluit dus niet zonder meer allerlei escapes hebt, omdat je nu contracteert in de wetenschap dat er zo'n crisis is. Dus dat vergt misschien wel dat je daar bepaalde bepalingen voor moet opnemen. Ja, en verder eigenlijk ook handel over en weer met welwillendheid. Vertrouw elkaar daarin. Wees transparant. Want ik denk toch echt, deze crisis die moeten we met z'n allen het hoofd bieden. En daarin is samenwerken heel belangrijk. En dat zal zeker in de bouw ook gelden. Mooie woorden, dankjewel Janet voor het delen van deze actuele informatie. En namens DLA Piper bedankt voor het kijken. Dag.